terug bij Asteriel Mix versus Supergoed Team Lolix D. Bam, op je beeldscherm. Zo van de reality nummer 17, zo op je beeldscherm. Hadse flatsie. 17e editie alweer inderdaad, waanzinnig. Hier aan het eind van 2016. Tweede editie in Assen in de TT-hallen. En daar gaat het nog vaak plaatsvinden, denk ik, in de toekomst. Je mag het hopen. En ik hoop dat we hier ook richting de 1500 misschien wel meer gaan qua seats. Want er is zeker animo voor. En ondertussen is Fasje lekker aan het rondsteken. Oh, dat doet bijna de 1 tegen 3 crutch al. Het hem lekker. Nee. Oh, nee. Katser. De Belg. Katser. Met de laatste doodsteek. Wat zijn koele emoties in de wang. De laatste nagel in zijn kist. En zegt al hè. Dat was ik net bij daar hè. Zei die dat? Nou, hij heeft jij hoort dat gewoon vanaf hier. Ja, hij heeft bijna geen accent. Maar alsnog, ik probeer het een beetje te overdramatiseren. Ja, uiteraard. Alleen, wat doe jij nou met dat mes? Alblieft. Alleen maar een keer, wij zijn toch vrienden? Waarom zou ik u steken, hè? Amai, dat is niet nodig, dat geweld. Amai, zeg. Maar toch, om een winnaar te bepalen, moet er nog een klein beetje geweld aan te pas komen. Hier op Cobblestone, map nummer 3 van de Upper Bracket Final inmiddels. Waanzinnig goed toernooi gespeeld, beide teams. Het is zonde dat er eentje naar de lower bracket moet verdwijnen. Tegen maar, Faco. Misschien niet voor goed, want ze kunnen zich nog terugvechten via die Constellation Final natuurlijk. Wie gaan ze trouwens, ze gaan Faco tegenkomen daar. Ja, nadat zij MCON eSports jammer genoeg 16-11 hebben weggespeeld. Natuurlijk met Super Bias, want het is mijn team. Ja. Dus maar dan is het wel een beetje de gedoodverfde top 4 die het allemaal hebben gehaald. Ja, zoals eigenlijk van tevoren te voorspellen was. Ja. De enige die uit de maat liep dit jaar was eigenlijk ECV. Ja. Het is precies hetzelfde als vorig jaar, want toen waren drie van de spelers hier onder de tag Lowland Lions en stelden ze ook zwaar teleur eigenlijk. Ja, hetzelfde dat sommige spelers gewoon op LAN niet hadden presteren. Deze mensen hebben het toevallig wel eerder wel gedaan, maar het kan zomaar zijn dat je een bepaalde streak aan LAN hebt dat niet wil. En Kinsori pakt ondertussen Bernard wel even weg. Pakt de 5-7... in Chicken Coop zit nog een USD voor te verstoppen. Terwijl de rest van het team al aankomt en Fasje al lekker wegklikt. Dit keer geen leuke rol voor Kinzo. Hij rende manhaftig naar binnen. Manhaftig. Manhaftig. Die eerste mannen. Wunderbar. Kijk of Fasjeur weer waanzinnige dingen kan doen. Dat gaat niet gebeuren dit keer trouwens. Maar eerst een radicale boost. Ik kan al radicalisch als trots op zijn. En dat betekent dat een 1 tegen 3 is voor Sleen met methods op maar 2 HP. 1 tegen 3 in het voordeel van Sleen. Huh? Voor Sleen. Ja, het voordeel is dat hij zich kan bewijzen, maar het lukte niet. En dat was een uitgelezen kans geweest inderdaad. Nu begint. Heb jij in-game sound? Ik heb geen in-game sound. Ik heb een verrassend gebrek aan in. Ik neem aan dat wij binnen 5 seconden... Ja, ik hoor een getik van de klok, dus weer. Jij zet ook meteen die deadline zo. Je moet altijd meetbare doelen stellen. Keurig. Sterk geëmancipeerd zijn. Kassie die loopt met de Mac-10 en dan kunnen we lekker genieten van de ertjes of de popcorn die daaruit schieten. Hij is ook de Ketzer. Hij gaat ook gewoon voorop. Weet je, al laat je dan dat wapen vallen of je wordt neergeschoten, en maakt het ook niet uit als het oprapen. Want het is toch maar een proppenschieter. De superzoker ligt al op de grond. Maakt allemaal niet uit. 3 tegen 3. Spinnen die, die kiest eieren voor zijn geld en die zoekt de afstand. Veiliger plek. Sleen die komt daar met wat zwaarder kaliber wapen. Maar Looney heeft gewoon een AK'tje hoor. Kijken wat hij daarmee kan doen. Vanaf de high ground. Inderdaad, en er wordt wat gespreid op... Waar die op een verkeerd plekje zat. Sleen met 4 HP, dat gaat niks worden. Alhoewel, als Lunium zo blijft schieten. Maar het is geprint voor Lunium, dit mag je niet verliezen. Weer zeker niet, doet hij keurig. Lekker opgepeegd en weer een goed begin van Supergoed Team. Ja. Die lijken altijd die pistol rounds te pakken. Is dat iets dat aan mij ligt? Is dat iets van de laatste tijd? Is dat toevallig of ik denk dat gewoon dat zij zo... Ja, dan spelen zij super YOLO, rennen ze overal in alsof het echt geen ene moer uitmaakt. En de andere teams die hebben daar misschien niet zo'n antwoord op. De rotate was dit keer wel snel, maar uiteindelijk verloren zij toch snel het voordeel. Zit ook meteen bij de actie in de volgende ronde. Lumium mag meteen weer laten zien wat hij kan en dat doet hij ook zeker. Hij gaat voor meer hoor, hij kruipt achter die smoke. Ziet daar, zit er wel iemand nog achter hem in de smoke. Die, nu oh, nice reaction shot. Wow. Een 360, maar wordt dan door Fisher
Sure. Helemaal kapot geschoten, maar ja, Kenzo en Katsa ruimen op. Katsa door de smoke, sowieso cheetah. Katshart. Katsa. Hij maakt hem gewoon. Hij maakt hem gewoon. Ongelooflijk. 3-0 voor een supergoed Team LOL XD Mixer. Bada bing, bada Asterion. Ja, Asterion Mix. Met Lewis Revo en Fasher, de Team NL gasten. Ja, Slane die heeft daar ook in gezeten in het verleden. Bernard en Spinem. Zeer goed team. Aan de andere kant zien we Lunium, Methods, Katsor, Kenzo en Wajos. Om nog maar eens eventjes de line-ups door te nemen. In-game leaders zijn ja, in ieder geval Slane. Erik Peters. Ja, man, want met die al zeer lang meeloopt in de prijs. Ik heb net even zijn Steam profiel er weer bij gehaald. En begin gewoon te huilen, hè? Zo van, kun je een heel... Dat soort prijzen heb ik in al mijn hobby's niet. Daar kun je een encyclopedie van schrijven, zo'n beetje. Ja, zoveel zijn het er. Ja, dat is echt niet gezond. Alleen 1.6 lang al alles en nog wat. Ja. ESWC, Qualifier, Realities, The Parties. Ja. Alles wat je houtje maar begeert, heeft hij gedaan ook. Ja, Team Mac Summer Pro Combo. Geen top plaats, maar alsnog meegemaakt. En dat is ook al mooi. Cheers. Ondertussen, hij heeft ook op diverse DreamHacks gespeeld inderdaad. Ik was daar nog aanwezig als commentator bij een aantal van. Zo. En ondertussen heeft Lewis Revo een kill gepakt met Lunium 2 terug. Heel veel damage genomen door de heren van Supergoed Team. Maar ze hebben wel een mannetje meer weggeklikt. En dat is toch wel weer het voordeel wat jij eigenlijk wil. Ja. Ook is de bom op de grond. En, kijk of Slane nog wat kan doen hieraan. We hadden het net over zijn prijzen. Hij wilde graag een gouden medaille aan toevoegen. Maar het kan ook zomaar zilver of brons worden. Als hij deze map niet zijn team er doorheen sleept. Katsa en Kenzo, die hebben de bom geplant. Slane en Spinem. En die gaan tekeer als beesten. Slane met de hattrick aan het eind om de boel op te vegen. We hadden het er al over. Hij doet even een solo retake alsof het eigenlijk niks is. Echt een heerlijke trip down memory lane voor mij op dat rechterscherm, zo wat jij net voor ja, daarom doe ik het ook speciaal voor jou. Gewoon dat je even kan kijken naar wat hij allemaal heeft gewonnen. Vooral ook samen met Lewis Revo heel veel. Ja, maar het zijn ook heel veel lands waar ik ook gewoon aanwezig was. Ofwel als speler, ofwel als commentator, ofwel super lachen. En al die oude namen van oldschoolers. Ja, en ik zo Pava, Samik, Ro, Lau, oude Shadows nog. Legendarische naam hoor. CSGO heeft hij ook al genoeg dingen gedaan. En online wat minder. Weer een B-rush gewoon. Ja, dat was weer een supergoed team LOL. Die hebben daar een paar succesvolle rondes gehad. Nu werd hij gestuit, maar ze blijven daar op hameren. Nu met wat keihard. Meer molotovs. Hele vette molotovs. Oh, Slane zit nu wel in een lastig pakket hoor. Maar die maakt er gewoon weer twee. Ongelooflijk. Hup, even reloaden. En dan is alles in de handen van Katsor. Kan hij doen, hij heeft een AK'tje, hij heeft die bom. Hij heeft alle tijd van de wereld, 1 minuut 15, rustig aan, niet zo gestrest. Slane is low on health. Oeh, dat gaat lukken. Hij danst een beetje om Slane heen en... Oh, dat is een goede smoke. Maar ja, ze weten wel precies waar je zit dan, vriend. Slane heeft toch weer op zijn laatste kogel ook nog, dus dat was redelijk risky. Ja, hij had nog zoveel tijd. Hij had gewoon die smoke moeten droppen, doen alsof hij dat planten en nog even het gevecht aangaan met een van die. Ja, of gewoon die van naast de smoke misschien. Wat denk je in een 1 tegen 3 te kunnen met een ninja plant? Gaat toch nooit lukken? Ja, ik denk dat hij toch voor het geld wou spelen, want zoveel geld heeft supergoed team LOL XD niet. Alleen maar een paar PT50'ers en daarmee zitten ze toch wel deels al onder de $2000 met tot ze gaat dood aan Fasher. De rode cijfers. Maar een bedrijf meteen van schrikt. Een ecootje weer. Bloks. En Spin hem gooit weer een nieuw smokey bij Dropzone zodat hij het een beetje met rust kan laten. In de hoop dat ze die doorheen gaan, maar op het moment twee andere mannen die gaan toch meer richting A. Maar kunnen nu toch zo weer richting mid weer teruglopen. We gaan toch weer via de site naar een lang. We komen daar waarschijnlijk Slane tegen. Die daar bij de deurtje zit. Spot daar volgens mij ook een schoudertje. Pakt daar vast de eerste prachtige headshot. Wel on fire, laatste tijd. Ja. Sinds wij praten over zijn accomplishments, volgens mij zit hij ook gewoon in de stream te luisteren hoor. Dat streelt zijn ego, dat geeft hem dat zelfvertrouwen en... Adrenaline van, ik kan dit, ik heb dit gedaan. Wat hij met hem doet. Ik heb dit gedaan, waarom nu niet dan? Inderdaad.
En nu eindelijk weer een rinse full buy voor supergoed team. LOL XD. Ik denk dat je het zo wat meer uit moet praten. LOL XD. Waar staat dat XD voor dan? Vraag me. Ja, dat is zo'n emote dat je echt de lol van je leven hebt. Ja, dat ja. Ja, precies. Voor de kijkers thuis, het zag eruit als een XD. Alsof ik pijn had, maar toch ook plezier. Ja. Beetje emo misschien. Zo'n kinky SM smiley. Ja, die. Ogen strak dichtgeknepen, maar de mond wijd open geperst van vreugde. We moeten het toch maar even omschrijven, aangezien ze het niet kunnen zien. Nee, dat gaat daar wel weer een... Geneer je niet. Bezig met CSGO omschrijven, hoop ik. Voordat we een heel lopen. Snake nu wordt geboost bij A en wacht geduldig af of er iemand naar hem toe komt lopen voor de koffie. 50 Shades of Smoke. 50 Shades of Slain. Oeh, I like it. En de bom zit alleen nog wel richting B, maar die kan elk moment ook gewoon weer teruggaan naar A. En dat lijkt het nu. Gaat hij ook zeker doen. Moeten we toch weer Slain gaan volgen. Louis Reven gaat geen actie beleven daar op B met zijn AWM, totdat hij rotate. Slain die zit hier echt op... in de driver's seat, zeg maar. Mettens pakt dan wel een entry op Bernhard. En daarmee hebben ze de dropzone opgelaten. En Slain heeft wat geschoten. Dus het kan zijn dat we weten waar hij zit. Maar waar die silencer. Daardoor is het nog niet helemaal duidelijk waar de kogels vandaan komen. Oh, Kinzo die heeft hem inmiddels wel in de gaten. En Katso die pakt de tweede. Vasje die gaat toch nu connecten in. Is bang dat er nog iemand in de dropzone zit. Bom geplant. Ja, Lewis en Fasher. Dat zijn wel twee spelers die je niet graag tegen je wilt hebben in een 3v2. Ik zeg niet dat. Dan nog wordt het wel een zware dobber. Oeh, man in de hoek. En die geeft een pillenkoek. Pas de eerste keer. Pak zelfs de tweede. Ook. Oh, en dan alleen nog even snel de bom defusen. Is alleen wel open geplant. Dat is een beetje nadelig. En hij heeft wel een kit. Oh, lekker schot Kinzo van Kinzo hoor. Oeh. Gableader met nog maar 14 HP. Die speelt het wel netjes uit. Hij heeft een mooi rondje weggerend om niet eerder te worden gepakt door Fasher die daar op een blitzkrieg binnenkwam. Zo, als een malle. Dus even gaat weer voor. Hij kwam binnen zonder kloppen. Alsof hij in een kerk was geboren. Zo, ja. We kunnen even kijken of Lewis er even wat achter gaat. Hopelijk, eindelijk. Het is hier 4 man bij B zo'n beetje. Lewis er even die gaat acties in. En die hit hem ook. Wallbang volgens mij, anders doe je geen 82 damage. Zo, inderdaad. Lunium heeft de wraak van Lewis al gevoeld. Had een Galil, dus je kan zeggen dat hij niet zo erg vindt. Maar alsnog heb je eigenlijk een speler die redelijk eruit wordt gehaald. Ja, die loopt er nu voor spek en bonen bij eigenlijk. Ja, alhoewel. Of voor de bom eigenlijk. Tja. Als torch naar binnen sturen. Van als afleidingsmanoeuvre. Ja, precies. Ja, jij gaat rennen en kogels vangen, wij gaan ze uitdelen. Wij weten daar waar ze zitten, maar Kinzo die gaat voordat Ludium ook maar in de buurt is en daardoor ook dood. Game Leader heeft zijn wraak. Oeh, en zo, schot door de deur. Dat is de tweede die tot 15 HP wordt gebombardeerd bij Joost. Dat is daadwerkelijk wel een wallbang en zeker weer geen headshot, want ik zag het puntje op de deur. En Bernhard pakt Methods en daarna ook Ludium die al eerder behoorlijk gehavend werd. Al kunnen hier met te behalen voor Ketzer en... Wayo die is ook al out of the equation. Ketzer 1v4. Hij gaat er een 1v3 van maken, wou ik zeggen. Maar Fasher, intimideert. Daar valt hij mee te zollen. Ja, die Fasher, het lijkt geen eng persoon. Maar als je tegen hem zilt, dan... te janken. Doe je het toch haast in je broek, zou ik zeggen. Ben niet tegengekomen in het donker steegje op Cobblestone. Nee. En de donkere steegjes heb je hier ook zeker. Zat. En het lijkt nu toch een beetje setup richting beter worden. Misschien een sneller met de Tech Nines en de armen die ze hebben. Ik snap alleen niet dat Mattens een klok heeft met zonder hippe pistol. Ik had een beetje voorop van de investering. Recharge. Daar komt de flash van Kinzo. Perfect uitgemeten. Twee man staan klaar. Derde en vierde gaan er ook heen. 1, 2. Hoppa boys. En ze zijn ook naar binnen, maar hebben nog geen kill kunnen vinden. Kinzo die wacht even af, zodat hij later naar lang kan. Spinnen pakt er een, maar gaat zelf ook dood. Dat betekent wel dat Lunium redelijk low is.
Bernard die spreekt zichzelf door en niemand die het door heeft. Waarom laat ze Looney hem dat wapen ook oprapen dan met 20 HP? Ja, maar Mattens die pakt dan uiteindelijk wel een kill met de Glock. Keurig, omdat Bernard hij zijn hele spray verpest en Katsur gaat ook dood. We hebben allemaal wapens nu. Oeh, de grenade. Dat betekent dat Slane en Louis Revo, het oude duo, in 1.6 al samenspelend, dat die het gaan moeten doen. 2 tegen 3. Ja, maar Kinzo die gaat dood, maar Slane wordt uiteindelijk afgeslacht. Maar dat moet je toelaten in een eco. En, Gaf ik je een heady. Ik moet het weten. Oh my god. Nou, de beide spelers van... Kinzo vraagt vaak na. Supergoed team, LolXD, zijn heel low en eigenlijk in pistol range. En dat betekent dat uiteindelijk Katsu nog 5 HP heeft. Eén klikje en hij is weg. Hoppatee. En een headshot gewoon. Headshot ook, overkill. Showboat. En ik hij heeft hem nog hoor. En Katsu die had ook geen headarm, dus in een 4 had hem ook weggeklikt. Maar dan moet hij natuurlijk wel op het hoogde raak zijn. Wel op het poppetje. Wel op het Niet poppetje. Op de boom. En Slane houdt daar een AWP die hij netjes afgeeft aan zijn goede vriend Ruus Evo. Slane die er ook zeker goed mee kan raken. En wederom een Ico van Supergoed Team LolXD. Die een voordeel toch wel heeft zien verdampen. En een ommezwaai heeft gezien in het voordeel van Asterion Mix. Niet helemaal gek op deze map. CT site is wel prettig. Zeker als je goed op elkaar ingespeeld bent. Ruus Evo, happatee, dat is nummer 1. Gaat voor nummer 2, maar nummer 2 denkt daar anders over. Neemt toch een andere aanvliegroute, maar dat maakt allemaal niet uit. Kinzo ligt ook op de grond. En bij Joost die denkt, nou, in mijn eentje heb ik er ook geen zin in, dus ik ga er ook gezellig bij liggen. En dan kunnen ze eigenlijk weer eens een normale buy, waar Joost gaat voor een Glask en een AWP. En twee flesjes erbij, zodat hij toch nog een beetje als teamplayer kan fungeren. Het is geen fantastische spawn, maar gaat waarschijnlijk wel voor de gates. De piek of er iemand agressief komt. Gebeurt eigenlijk nooit. Maar je moet er altijd op bedacht. Inderdaad, een flash komt in en twee man loopt door naar binnen. Probeert daar even door de muur te bangen. Kinzo zegt niet nodig. Ik ruim ze wel op. Zo lekker schot hoor. Ik zit daar met moeite mijn water binnen aangezien dat zo'n insane flik was. Zo. Ik kwam mijn haast weer uit en er was zonde geweest voor mijn toetsenbord. Lunium pakt Bernard en Louis Evo pakt met het. Lunium pakt alsnog een extra kill. Maar Joost die was net aan het make-up Louis Evo, maar Lunium was net iets eerder. Inderdaad, en dat op muis button 1. Pin hem in zijn eentje even tegen 3 moet. En beter even kan 7. Als Fasje het al niet kan, waarom zou Spinnen het dan wel kunnen, vraag ik me af. Ja. Ze hebben zat geld, maar die CT-wapens zijn duur hoor. Ja, heel duur. 3100 per stuk en als je een AFP hebt dan. Wordt alweer wat prijziger. Yep. Heeft hij net opgeraapt, die gaat hij gewoon lekker zeven. Pak je rust. Pak je tijd. Pak die AWM. Ik ben nu als zeven ook meteen weer hartstikke blij dat hij een AWP'tje krijgt. Spin hem, die gaat misschien nog in de wc zitten. Hebba. Nu pauzeren en zeggen dat hij naar de wc is. Pauze, dat is heel nodig. Tactical timeout. Physical timeout. En wederom blijft AWP gewoon nog bij Jo. Nu er dit keer wel armor bij heeft en een setje nades. Kijk of hij nog meer schade kan aanrichten. En niet wordt geen punch, want dat is waarschijnlijk de. Keihard richting B trouwens. En dat doen ze de hele tijd. En daarmee verliezen ze toch wel heel veel pressure op. Mid gelukkig voor hun wordt het niet gepakt. En net waren ze in mid. En dat was de eerste keer dat ze echt weer succes hadden sinds die ronde. Dus. Vraag dat ze dan toch weer op B gaan mikken. Wel nu Luis Revo kijkt wat er op mid is en daar eigenlijk niks ziet. Die nog altijd niks doet, heel rustig. En dan komt de B execute, er komen wat flashes. En een random smoke van je bij jou. Pasje pakt de eerste, gaat zelf ook. Bernard pakt er een en Spinnen doet er ook nog even mee. Slechte timing, maar krijgt alsnog waar die voor kwam. Heerlijk schot en kijken of Wajo zijn goede vorm een vervolg kan geven. De laatste rondes is die key player hier en weer een dubbel, de tweede op bij. Heerlijk. Wallbang op de voetjes van Slane. Louis Revo heeft nog steeds die AWM, dus dat kan ook zomaar de andere kant opvallen nu. Bij de retake. Inderdaad, en Slane wordt zoals gebruikelijk geboost dat hij toch een snelle flank kan. Hij heeft toch even bij de man of the moment. Want twee rondes op rij maakt hij de openingen voor zijn team. En hij gaat hier voor nummer 3. Gaat niet gebeuren. Maar Ketzer die heeft helemaal geen hulp nodig, joh.
Gelukkig niet, want anders was het dan een probleem gegeten voor je bij Joost. Ik denk dat hij het dan ook snel was overleden. Ja, zeker. Eén duo oldschoolers alstublieft. Op een presenteerblaadje aangeboden door Asterion. En nu staat het ook 6-6 in het potje. AWP nog altijd toch bij Joost en Nico voor Asterion Mix. Toch weer goed teruggevonden. Teruggevochten door supergoed team LOL XD. Ja, gewoon twee rondjes achter elkaar en dan proberen ze er vijf van te maken om de volgende serie verloren rondes te vergeten. Bernhard wordt al weggelikt en Lunium pakt ze alleen. Agressief gespeeld door een paar van die Asterion gasten. Fasher en Lewis Revo zijn de laatste twee mannen die nog staan. Ze hebben alleen pistolen. Kunnen ze nog wat doen? En Deagle in de handen van Lewis Revo. Dus die kan misschien nog wat schade doen. Fasher komt van achter. Die heeft de eerste kill. Die gaat het wapen niet oppakken. Nee, hij wil natuurlijk niet. Als een sitting duck erin lopen. Fasher overleeft dit nog steeds. Bizar. En zijn teamgenoot. Oh, Fasher heeft een tweede. En Lewis Revo komt erin met een flash. En die helpt dan zijn teamgenoot door die AWP op te rapen. De bom is wel geplant. Dus er mag wat haast gemaakt worden. Lewis Revo met een AWP-schot. Dit wordt gewoon uitgespeeld. 2 tegen 4. Fasher met een hattrick. Heerlijk schot. En dan wordt de bom gediffused. Ook nog ruim op tijd. Waanzinnige ronde van Asterion Mick. Die toch weer de initiatief terugpakt. En toch wel heel knap hoe Fasher er eigenlijk niet dood ging. Ik had verwacht dat hij eigenlijk al een 20 jaar... Ik switch dan naar Lewis Revo. Ja, ik dacht ook, nou die heeft één kogel. Die gaat hij, als hij hem raakt, niet genoeg doen om te killen. Ja. En in één keer zie ik hem op Lewis Revo zo'n schermpje daar nog in één keer zo zitten. Ik denk, nou, nu zullen we het krijgen. Tja, nu gaat het gebeuren. Nu komt er een eco vanuit super goed team LOL XD. Hun kant. In tegenstelling tot die ICO waar ze net tegen speelden. En ik geef ze ook wat minder kans om deze te winnen. We lopen alleen al wel richting het eind van deze ronde. Lewis is the man on point. Hij heeft nog niks om op te mikken. Zou hij zich bewust zijn van wat zich er hier aan de andere kant... Lekker gescoopt. Oh man. Hij was zich niet bewust dat ze al zo dichtbij waren dat er zoveel man hier om de hoek stonden. Anders ging hij niet lopen pikviolen daar. Daar gaat die kind zo echt mee pesten. De kind zo wordt er sowieso mad over. Oh ja, heerlijk. Goed vervolg gegeven ook. Precies, en Fasher die schiet uiteindelijk nog katsen weg. En dat betekent dat zij met een goed gevoel de laatste ronde van de eerste half ingaan. Zeker. 8-6 kan 9-6 worden. Dan, ik zou het toch een lichte CT-sided map noemen. Dus super goed team LOL heeft nog alle kans om zich terug te vechten. Dat in de tweede helft. Waar. Zeker aangezien ze zo goed zijn in pistol rounds. En ik ben benieuwd of ze wat met mijn feedback hebben gedaan. Want ik heb een... er staat nog één in de smoke. Laten we daar eerst maar eens even op letten wat daarmee gaat gebeuren. Want Fasje staat daar. Die komt nu ongeveer met de flank. Pakt er één. Pakt de 2, pakt de 3, pakt de 4. Oh shit. En gaat hij voor zijn tweede ace. Massacre. Deze man voor niet zijn stuiten. Tweede ace. De bom ligt. Waar weten ze dat? Negen. Hebben ze hem gezien of lag hij ook? Flesje, wat doe je? Hij dacht dat het een flesje was, maar het was niet zo. What you do in a good half 9-6 voor Asterion Mix tegen. Supergoed team LOL XD. Ja, kan alle kanten op. Zeker, maar zoals ik nu... Kijk, weet ik ook nog niet echt wat ik moet voorspellen. Ik denk dat Asterion Mix uiteindelijk sterker is. Tenzij de CT side van supergoed team LOL XD veel beter zal worden. Maar de communicatie in de laatste ronde liet ook te wensen over. Dat is ook zo. Dat vast je van achteren vier man kan killen zonder dat er een directe reactie op is. Ja, dat is matige communicatie. Maar ik denk dat die jongens goed genoeg hun, state of mind kunnen resetten. Dat ze gewoon weer... op 0 beginnen aan deze tweede helft. Zeker gezien de score. Het is heel wat anders dan een 12-3 bijvoorbeeld. City side is toch prettig hoor. 3 man op B gestackt. En Lewis Revo wel met de openingskill. Heel belangrijk. Oh, en daar wordt Spinum die komt met een frag op Catalunium. Die eindelijk antwoordt bij Joost doet ook wat. Maar Slane ondertussen. Oh, Fasher en Bernard. Een team ace. Iedereen die zijn kill heeft meegepakt aan de kant van Asterion Mix. En mooi werk. Ook zeggen. Ja, dan zijn ze mooi weggewerkt. En Fasje heeft trouwens als eerste ook al 20 kills door deze ronde. En gaat dus met een lekker gevoel zonder nades, maar wel met een AK richting B. Volg hem gewoon uit. Hij loopt ook voorop.
Voorspuitje van supergoed team Rolex A. Looney. Ik zit hier lekker chillen. Smijt er wat flesjes in om goed in positie te komen. Hij heeft alleen maar een pistool, dus... Hij zal angst hebben voor wat zich hier om de hoek afspeelt. Zolang de smoker ligt is het voor hem positief, want dan kan hij daarna een redelijk close angle houden. Moet hij wel blijven opletten. Ja, hij werd ingeflasht, maar Sleen die wist wel beter. Dus er even, die gaat ook door. Oh, gaat lekker. Dood. Methods en Wayo's met eindelijk de kills voor Team Supergoed LOL XD. Gaat niet gebeuren voor Kinzo. Nog meer eraan toe te voegen. Drie man over, de wapens allemaal nog in handen. Spinum stond ook redelijk close, maar kon uiteindelijk niet de kill vinden. Mooie geluiden vanuit de zaal. Ja, hele mooie dierengeluiden hier bij de TT-assen. Als ik me niet zeer sterk vergis, dat de ongeboren vrucht van de Zuid-Congolese makaakterrein. Zo zou we kunnen. Ik ben niet zo exotisch opgevoed. Nee? Niet zo exotisch opgevoed. Je komt toch uit Friesland? Ja, nou, dat is alles behalve exotisch. Daar hebben ze toch snavelbekdieren? Nou, heb ik maar laten vertellen. We hebben een koeien. We hebben een kip. We hebben varken. we hebben heel veel weiders, no? Ah. En schapen. Schapen. Dat is nou nog wel mooi. En swinties. Die hebben lijken van die vacht en van die wol. No. Hey, dit wil ik allemaal niet weten, denk ik, waar je nu naartoe gaat. Stop hier maar met het verhaal. Maar Joost is als laatste over in deze anti-eco die maar één dode man oplevert bij een Steel Mix. Tja. 12-6, dan begin ik me toch zorgen te maken. Doe het niet. Ik was natuurlijk vol lof over supergoed Team LOL en CT side. Maar dat moet nog blijken. En over hun pistol rounds. De eerste die ze dan meteen droppen daarna. Caster's Curse. Ja, en weer waarheid. Ja, maar dit is dan wel weer een CT pistol, dus dat is altijd wel lastiger, want je kan wel pushen, maar je loopt dan toch snel de fout in. Ja, en je kan je dat niet veroorloven om een man te verliezen zo vroeg in de ronde, waardoor de verdediging heel dun wordt gespreid over de bombs. Ja, je hebt gewoon drie man nodig bij B, op zijn minst. Ik vind ook dat supergoed team eigenlijk niet genoeg pusht voor hun eigen speelstijl, dat ze bijvoorbeeld een drop... push doen en net als ik dat zeg, pak wel joh, doen we ze even. Bijna ook het tweede. Niet zozeer door een push, maar nee, een goed maar positiewerk op pieken. Maar ze moeten meer dat soort plays maken, gewoon meer openingen, meer... Kinzo probeert het. Creëren. Hij hoort jou. Ja, Kinzo die... up close and personal. Hij ziet mij ook als vaderfiguur, dus dan... de hele scene wel. Toch? Ja, iedereen toch? Maar wel. Ja, daar heb je hem toch wat verkeerd advies gegeven. Ja, nee, hij had niet moeten pushen. Hij stond toen al close genoeg hij om... Hij was al wel lekker agressief in. Crossfire'tje erbij en dan was het goed. Pushen doe je in het begin van de ronde. Niet zo laat pas, want dan staan ze er al. Ja. Plus hij had geen ondersteuning van het teamgenoot inderdaad. Dat altijd cruciaal is, zoals je al zegt. Ja, teamgenoot die even ofwel een crossfire ofwel een flesje dropt voor je. Crucial zou ons kunnen vertellen dat de cruciale factor is dat je kan trade fraggen. Yep. Gewoon een meteen, revenge frag. Ja, gewoon dat je iemand achter je hebt die kan zeggen van jij hebt mijn vriendje en ik heb jou. Omdat ik zo van hem hou. Ja. En Deagles en 5-7's komen eruit voor een supergoed team in de hoop dat ze nog een beetje damage kunnen doen en het geld laag kunnen houden. Sleen die staat al voorop bij B, maar dat is alleen maar een afleiding. Twee flesjes in de side 3 en dat heeft zijn uitwerking, want op zijn hoogst twee man gaan ze tegenkomen op A. Lunium is daar één van. Kijken of hij wat kan doen aan deze. Ja, heeft alleen maar een pistool en Deagle in de handen van Catsor. Maar Wayo gaat al neer en oh, lekker hoor, hij heeft die AWM. Bots, maar niet op je bolle bakken, want Sleen zegt genoeg trucjes voor jullie. Spray van Mavits. Klaar met die uitvreterij en Catsor is de laatste man die... de vlakte raakt. En dan is het 14-6 tie point. En dit is een cruciale ronde. Na die eco gaan ze nu alles kopen wat ze kunnen veroorloven. Twee AWM's, Methods en Wios. Om het tijd te doen keren. Ja, als ze deze verliezen, dan is het gewoon gedaan. Als ze deze winnen, dan hebben ze een kansje. Maar dan moeten ze er ook echt een zooitje aan elkaar gaan rijden. Maar Joost die liep naar midden om te pieken en is uiteindelijk daarna teruggevallen. En nu komt ook een hele snelle ronde van Stereo Mix. En dat kan bijvoorbeeld vervelend zijn voor die AWP. Mavits mist zijn eerste schot op lang. Oh, pakt dat uiteindelijk is wel, wel de tweede kill. En keurig! Gaat daarna door. Lunium doet ook nog even mee. Oh, net mis op Lewis Repo die als een angstig meisje wegrent van de Pedo Bear. En Mavis die staat eigenlijk... Mavis is nou een pedo-bear. Ja, dus hij heeft wel een
apart sikje, maar het is een hele leuke jongen. Hele leuke jongen. Ik heb gehoord dat hij inderdaad een straatverbod heeft ook bij basisscholen. Nee. 3-2. Spinnen en Louis Reeves zijn negen die over zijn. Louis Reeves heeft de bom. Ketzer, die laat zich horen hoor. Maar Louis Reeves gaan we dan even volgen, want dat is de last man standing voor Asterion Mix. Als die nog een konijn uit de hoge hoed tovert, dan heeft hij ook meteen deze wedstrijd beslist. Want dat zou een mentale dreun zijn die supergoed Team LOL niet meer te boven komt bij een score van 15-6. En hij begint al goed aan de missie, de Mission Impossible. Misschien moeten we het muziekje even aanzetten. Oh, heerlijk. Kijk hem gaan. Ja, hij voelt zich ook geïnspireerd erdoor. Hij begint meteen moves te maken. Scoopt en wil zo naar Mini kijken als hij slim is. Maar Oh, net langs de billetjes. Die kogel die schampte gewoon een bilhaar eraf. Ik zag het. En daardoor was hij zo getild dat hij de sprong niet eens meer kon maken. Tilted Lewis. 14-7. Hij ging ook dood nadat de tijd op was. Dus dat betekent dat hij geen geld heeft verdiend. Ja. Het is toch ook een wanhopige baai aan de kant van de CT's. Al zie ik het zo. Ondanks dat ze gewonnen hebben. Ja, Lewis ze moeten alles bij elkaar schrapen om nog fatsoenlijke een baai eruit te slepen. En geen dubbele AWM meer zoals daarnet. Gelukkig ook geen AWM aan de kant van Asterion Mix. Daar is het geld niet voor. Kijk, jullie nemen het nu eindelijk wat eigenlijk gedaan moet worden. Gewoon even pushen, kijken of je mensen er ziet en een beetje actie creëren. Een beetje inzet, een beetje druk desnoods. Ze mogen je best zien als je maar niet killen. Pesher heeft wel 8800 eurotjes en, in de pocket. 26 kills. Ja. Nou, hij is wel on fire. Zeker. Maar wat ik me afvraag is, waarom nemen ze geen AWM deze ronde? Omdat Kinzo heel hard gaat en iedereen de moeder schiet. Ja, precies. Omdat ze geen AWM er hebben. Inderdaad. En Kinzo die valt terug, terwijl hij eigenlijk haast geen damage heeft genomen. Zit nu... Dat is wel een fijn begin van de ronde. Ja, gewoon het voordeel nu even afwachten. Even lekker. Hopen dat ze komen. Kinzo wordt wel geboost. En mag tussen de benen van het standbeeld kijken. Niet verkeerd. Nee. Prachtig uitzicht. Zeg het zelf. High definition. High definition kuiten, dit is wat je wil. Ik heb ze thuis ook. Zo, Spinnum die gooit nog een molotov en wat andere dingen, maar er gebeurt niet heel veel aangezien. Ik denk dat Spinnum eigenlijk aan het afleiden is en dat Bernard en dat gaat gewoon gebeuren bij A hoor. Lunium die staat er goed voor hoor. Lunium en WO die gaan het gewoon moeten doen en Methods rotate al, ze hebben het al helemaal door. Flesje bij B, die maken het verschil niet, kunnen de fake niet verkopen. Oeh, lekker hoor. Zo, en dan is het allemaal in de handen van Spinnum en ik hoef niet eens meer te klikken op de toetsen. Hij ligt al tegen de vlakte. En dat betekent 14-8 en supergoed team heeft weer een nieuwe serie aan elkaar gestrande rondes. Ja. Hopen dat ze deze een beetje door kunnen trekken naar de 15. Want dat zou betekenen dat ze kunnen winnen. Ja, vooral Lunium is supergoed bezig. En WO sinds hij een AWM heeft. En Lunium gaat steeds agressiever spelen. En als hij nu ook doorpusht, ziet hij dat er alleen iemand bij de trappen is die daar straks zal komen. Of net door het deurtje gaat en hij ziet Lunium. En Lunium ziet hem. En Lunium wint. 15 AP over en zal nu waarschijnlijk terugvallen. Bernard gaat namelijk voor een later refrag. Vier man op B. Ze hebben dit goed door hoor. Ja, vooral door die goede vooral door die push van Lunium. Ja. Hij heeft zoveel informatie gewonnen. Want anders hoort hij zijn pushje op wit en ziet hij ze op lang. Ja. En nu weten ze dus precies dat ze vol comfort daar kunnen zitten. Ik kan nog altijd natuurlijk, precies. Asterion Mix heeft door dat ze nu iets anders moeten gaan doen. Zeker juist door die gewonnen informatie door Lunium. Oeh, Louis Revo met de AWM. Gaat het verschil misschien wel maken deze ronde. De aanwezigheid van die AWM. Weggeklikt. Ik vond het al raar dat ze hem niet kochten vorige ronde. Ja, ik denk dat ze toch wat Bernard, meer gaat toch pushen richting een snelle play houden. Bernard, schouder aan schouder met Lunium. Als afleiding. Hij is zich er alleen al niet van bewust. En oh, lekker schot. Dit is key voor Asterion Mix. Oh, en ze rotaten allemaal gewoon op één speler. En dat is zo zonde, want de rest van Asterion Mix gaat gewoon B uit. Gaat rustig de bom planten. Ketzer en Kinzo hebben door, maar is het op tijd? Nee, want Spinnen pakt één kill. Ik denk kill. Te laat. Oh, Kinzo dacht dat hij de killer had, ja. Dat is zo vervelend. Eem de weg, ja. Fucking irritant. Zo vaak dat je gewoon denkt, hey, oh nee. Laat dat is maar. Echt gewoon zure kots. Zure kots nog wel, dan gaat het wel helemaal fout. En Ohio wil een matchpoint voorkomen, maar kan niet echt door de smoke zien, hoop ik voor hem.
Ik zal misschien nog een paar angles checken en hopen voor een exit frag, maar het gaat waarschijnlijk gewoon safe voor de AWP en de kit. Laat zich wel horen. Ja, hij wil Kin wel. Kin zou waarschijnlijk ook op dit moment. Laat je horen! Op de boos! Die pak nooit nou! Ik dacht dat ik hem had, wat dit deze! In de boxes! Nou, bedankt, Vel! Top, Vel! En dat soort geweldige uitspraken. Oh, wij houden erg veel van Jesse Kouwer, daarom doen we hem zo graag na. Het is goed dat je van ons beide dame durven, anders had het ook zeker niet gedaan. Ik heb al aardig wat toernooien met hem gecast. Hij is ook zeer begaafd als analist. Hij heeft natuurlijk aardig wat insight in het spelletje als in-game leader van diverse teams aan de Nederlandse CSGO top. Wat is dat voor magische body? Ja, het durft hem eens niet naar beneden te springen. In plaats van er naartoe te lopen. Oh, gaat die actie zien? Nee, want Kinzo die springt er wel voor. Nee. Met die, Kinzo gaat balls deep. Even een boompje knuffelen. Laat mij maar, boys. Vindt hij wel gezellig? I got this. On lockdown. Daar komt de smoke. Maar ik heb niet het idee dat er een echte B-rush aan zit. De bom ligt daar wel, maar... Die kan het zo goed aan de kant. Veel manschappen richting vergeten aan. Even. Hup, oh. Bommetje, wel belangrijk. Beetje een soort van het doel van het spelletje. Ja, redelijk crucial. Crucial factor. Slain die blijft nog een beetje ratelen en dan wordt het toch een A-push. Kijk, doe niet natuurlijk. Man of the hour. Pakt er een en de tweede komt. Oh, dat is een zure timing om je wapen te wisselen. Ja, zo schön. Ik pak even die AK op, want dat is toch iets fijner. Oh, laat. Oh, even, die vangt hem even door de deur. Die vangt hier aan de heady. Niet verkeerd, maar Lewis en Fasher zijn ook al laag hoor. Ja, en dat zijn belangrijke spelers. Loopt zo door of niet en Katsert pakt Fasher. De bom is wel in de handen van Spinnen. Die kan gewoon planten. Wayo, out of the equation. Slain met een lekkere kill. Heel belangrijk. Nu is het 3 tegen 3 en de AWM is weg. Tenzij die wordt opgepakt door Katsert of Methods. Pakt zelfs de AK en kan wegkomen voordat Lewis even er een stukje versteekt. En dat betekent dat Spinnen en Lewis even de enige over zijn. Spinnen hem pak met het. Ze hebben wel de bom geplant en de tijd begint te dringen. Het wordt tijd dat supergoed team LOL er eens eventjes tussen duikt. Dat is precies wat ze gaan doen, maar Loser Evo die is er klaar voor hoor. Alhoewel, blijkbaar niet. Kinzo die heeft een frag. 1 tegen 1 en heeft genoeg tijd als het goed is. Ja, heeft een kit. Kan ook de AWP's even voor de volgende ronde. Dus dan 15-8. Die zal zeker het kan, het kan allemaal. Klap daarom spelen. Yes, het kan gewoon weer een overtime worden. We hebben al eerder een overtime gezien van supergoed team LOL, waar ze uiteindelijk niet aan het langste eind trokken. Inderdaad. Maar wie weet is dit een omgekeerd scenario, want toen stonden ze 15-8 voor, in plaats van achter. Dus dan zou ik ook hopen dat ze hier ook beter hun best kunnen doen, maar we zijn benieuwd. Swags even op met het zinnen van Mas op Lunium. Toch al van de laatste vier rondes hebben ze er 3 gepakt. Dus wie weet. Als ik me niet vergis. Oh. De laatste 4 hebben ze natuurlijk gepakt, ja. En Grenade gaat tegen de doosjes aan en Fasher haalt er niet veel uit. Behalve dat Katsoor een paar HP'tjes mis, maar daar zal hij niet om treuren. Bernard staat bij A een beetje te chillen. Kijk of iemand naar buiten rent weer. Lunium houdt zich koest dit keer. Kinzo die agressief speelt. Heel veel zin in een confrontatie. Ja, die is nu ingeschoten. En probeert als te challengen. Hij had een hele gekke counterstreef, waardoor hij bijna dood gaat, maar kan ons nog wegkomen. Ik wil zo graag het verschil maken. Yes. Inderdaad. Heeft daar de kans toe nu. Hier komt de rush. Flesjes over de top, smokes liggen. Molotov is er klaar voor, maar die counterflesjes zijn wel goed geplaatst hoor. Dat is supergoed team. Oh, dit is wel iets te laat met de boost, maar... Counter, die flash geeft hem de kans om er goed in te komen. Alhoewel, Fasher die dodged hem goed en die schiet hem ook op zijn bolle bakken. Catcher die een revenge frag heeft. Goeie trade, Catcher met zijn tweede. Bernard ondertussen met actie bij A. 3 tegen 3. Kan alle kanten opvallen dit, maar nu wordt het een A-rush. Ja, en die bom gaat geplant worden. Looney had zijn post niet moeten verlaten. Die heeft Bernard wel neergelegd, dus heeft ook zijn werk gedaan deze ronde. En een 3 tegen 3... gaat van start met de retake. Slain is gespot. Oh, keurig. Lunium met de tweede. Er ook een. Lewis Revo. Oh, als iemand dit kan. 1 tegen 3. Maakt er 1 tegen 2 van.
vlees. Laag health op Method, maar dat maakt niet uit, want Catser staat vooraan. Pak zijn hier is er als de kip erbij. Zonder dat ze bij B zijn bij Chicken Coop, maar 15-9 zal het zijn. 15-10 wordt het zelfs. 15-10. Ja, jij bent verder dan ik. Ik leef nog in het verleden. Ik heb een glazen bol, jongen. Heerlijk is dat. Ik kan jou vertellen hoe het afloopt, maar dat is niet leuk voor de kijkers. Nee, inderdaad, we zullen het een beetje spannend houden. Ja. Ondertussen heeft Lunium afgelopen ronde ook eindelijk de 20 kills bereikt. Terwijl Fasher van Asterion Mix al bijna op de 30 zit met 28 kills. Doe even normaal. Vorige map ook al. Ja, hij heeft gewoon heel veel zin in. Wajo die gooit wat nades en Lunium gaat zelf dood. Dat is wel een beetje jammer dat de topfragger zo weg wordt gehaald door Bernhard. Bernhard pakt een tweede en moet met zijn shotgun toch wat gekke trucjes uithangen. Er zit blijkbaar ook heel veel zin in. Let's come on man. Push through the smoke gaat niet lukken. Fasher met nummer 29. Slain die doet er nog een schepje bovenop. Kinzo die dan eindelijk replied. Kinzo in een 1 tegen 3 gaat niet gebeuren. Good games exchanged. En Asterion Mix staat nu nog steeds op het podium. Yeah. Maar al wat steviger richting een eerste plaats. Inderdaad. En, gegarandeerd zilver. Zij mogen alvast lekker gaan slapen en wachten op de uitkomst van Fenko tegen supergoed team Longstay. Ja, de Constellation Final. En daarna zien we morgen de Upper Bracket Grand Final. En zeer benieuwd wie dat gaat winnen. Jouw voorspellingen? Ik denk dat deze mix toch wel heel goed in is. En aangezien supergoed team... Fenko eerder ook al even weggespeeld. Denk ik dat dit eigenlijk wel de voorspelling ook is voor de final. Zo. Maar Fenko heeft in de ECC qualifier weer gewonnen van supergoed. Dus ik weet het niet. Ik vind het moeilijk te voorspellen. Asterion. Is ook zo. Is ook zo. Net iets andere lijnen. Ja. Ik zou denken dat die beter voor de dag komen dan het mixteam. Ja, we zullen het zien. En dat is allemaal voor later. En we zijn straks terug bij de Constellation Final. Dus tot Thanks zo. Thanks for watching.